Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Wij gaan in deze video alles laten zien over het bellybootvissen. Dat wil zeggen voor de beginner, maar net zo goed voor de gevorderde, laten we enorm goede tips zien. Alles ligt al klaar en daar komt Thijs van der Akker aanlopen. Een bellyboot op wieltjes, hoe mooi wil je het hebben? Thijs, yes. Goed je weer te zien, amigo. Goedemorgen, hetzelfde. Vertel eens kort, wat ligt hier? Ja, in de kort verloop dus 1 en 2. Ja. Klein en groot, we hebben alles bij. Oran een dagje. Ja, probeer zoveel mogelijk dingen te doen. Ze wil een vis te vangen. Oké. Okay. En hopelijk een beetje kennis over te dragen. Dat is de bedoeling van onze video's. Let's go! Ah, kijk. Zul je nodig hebben vandaag? De flippers. Cruciaal element denk ik bij het bellybootvissen. Zeker, zeker. Als we het nou hebben over die basis, bellybootvissen, wat zijn de elementen die we nodig hebben? Om te beginnen, basic, bellyboot, waterpak, flippers. Oké. Okay. Meer heb je niet nodig in principe. En om helemaal een luxe te hebben is natuurlijk een Flow Plus motortje eronder. Ah, ja tuurlijk. Ja. Gemak dient de mens. Zeker. Dat willen we eens even zien. Hoe werkt dat precies? Ja, ik heb het wel eens eerder gezien, maar ik vind het altijd bijzonder om jullie ook even te laten zien. Mm-hmm. Het Flow Plus systeem. Want wat zien we hier? Dit zijn accu's. Steen. Dit is de accu. En dit is het besturingssysteem. En in dit geval hebben wij de allerluxe. Met twee motoren. Jij denkt die beljaars die gaat erop, dan doen we met twee motoren. Is 80 pond stuwkracht. Zo. Dus dan kun je wel lekker varen. Ja, Thijs, het is weer even wennen. Ik heb er natuurlijk een keer eerder op mogen varen. We zitten nu in zijn achterrijd. Ja. Hoe tof is dat? Botsing! Ja, ik denk dat dit makkelijker sturen is, toch? Ja, we zijn er klaar voor. Oké, okay. Nou, let's go. Dus, gaan het water op. Ga eerst even naar de ingang van de plas. Oké. Okay. En zie ik een vis, waarvan ik denk dat het de moeite waard is, dan drop ik even een shed naar zijn kop toe. Oké, dat gaat een paar uur duren dus mensen. Ja. Voordat ik een keer een hengeltje uit mag gooien. Nou ja, ik heb ook alle mogelijkheden erop zitten, maar ik ga eerst maar eens leren hoe je deze boot weer moet besturen, maar dat is eigenlijk easy. Ik zie hier een vis, meerdere vissen. Ja. Jij ziet zelfs goed dus ook. Ja, het is heel eventjes wennen en echt met de nadruk op heel eventjes, want je hebt het vanzelf snel door. Je hebt hier de afstandsbediening, die staat bij mij vast. Naar rechts is vooruit, of in dit geval achteruit. En draait de knop helemaal om, gaat hij eerst uit natuurlijk en dan gaat hij in zijn vooruit, achteruit. Ja, dat is een beetje, dat is maar net hoe je het bekijkt. Maar kind kan echt de was doen. Dat is zo'n lekker gevoel. Ik vond bellyboten sowieso al tof met flippers. Maar dit maakt het allemaal zoveel makkelijker. Je benen en in dit geval met flippers eraan. Thijs gebruikt ze ook wel zonder. Ja, dat is eigenlijk het roer waarmee je de richting bepaalt. Nou, we varen nu boven diep water. En op deze plassen, een beetje rond deze tijd van het jaar, begint het een beetje meer vis op te komen. Dus er kan pelagisch vissen kan een hele goede uitkomst zijn om veel vis te vangen, grote vis. En vanuit de bellyboot vind ik dat perfect. Ten opzichte van een boot, je bent geruisloos. Je kan stiller boven de vis komen en die vis kan niet schrikken van een buitenboordmotor die de hele tijd schakelt. Dan gaan we even kijken of we iets kunnen vinden überhaupt. En Sjoerd? Dat gaat best doen. Ja. Ik ga voor die meerval denk ik. Ja, is goed. Brasempje hier en daar, dat kan ook nog wel gebeuren hoor. Bressem. Mijn vierde hengel meegenomen. Ik weet niet of er eentje is, maar ik ga hem wel achterna. Dus nu ben je echt aan het volgen? Ja. Snoekbaars? Ja, kan. Soms weet je het gewoon niet zeker. Hij zit ernaar naar te kijken. Hij komt mee omhoog. Omhoog, omhoog. En hij gaat weer. Nou, net de eerste vis aangevist. Kwam even kijken, pakte hem niet helaas. Hoe ik altijd pelagisch vis aanvis. Ik vaar eerst vooruit. Met dieptemeter kijk ik links en rechts. Zie ik een vis. Motor stil. Dan draai ik mijn bellyboot richting de vis. Dan zie ik hem op mijn scherm een beetje verplaatsen. Dan ga ik in zijn achteruit erop af. Zie ik hem omhoog komen, omhoog wordt het signaal sterker. Dat betekent dat hij onder mijn boot komt. En dan drop ik mijn shed. Dan zorg ik dat de shed langzaam bij de vis aankomt. Het eerste stuk kan wel wat sneller. En dan ga ik hem volgen. Dus ik zorg dat ik mijn aas in het midden van het scherm hou. En dat mijn aas te alle tijden de hoogte van het bolletje van de vis is. En dan ga ik hem achterna. Ja, we zijn het water aan het screenen en Thijs gaat stil liggen. Dan weet je al genoeg natuurlijk. Zeker als hij vooruit gaat sturen, dan gaat hij dus een vis stalken, zoals ze dat mooi zeggen. Een vis achtervolgen. Ligt hij weer stil? Zeg je? Ligt hij stil? Ja, hij zwemt wel, maar het is volgens mij wel echt snoekbaars. Kun je ook zien hoe groot hij is? Nou, niet monsterlijk.
Yo. Meer van. Zo mensen, totaal onverwacht eigenlijk. Dit is niet normaal. Ja, dit is natuurlijk ook mogelijk. Pelagische vis volgen. Ik twijfelde nog of het een hele grote snoekbaars was, maar aan de drill zie je het misschien al. Het is een meervalletje. Maar ja, op zo'n hengel, dat is topsport. Ik zag net nog een grotere, maar meerval. Ja, echt eentje van anderhalf. Dus. Ja, boeien. En dat is heel groot, 1,50. Nee, dit is een metertje. Een metertje? Oh, ja. Je zag een grotere zwemmen van 1,50. Ja. Oh, wat ziek, ouwe. Ja, je krijgt het altijd weer voor elkaar, Thijsie. Echt niet te geloven. Ja, veel oefenen, hè. Zo. Ik heb wel wat uurtjes op het water gespendeerd. Ja. Dus. Dan. En wat gebeurde er met die aanbeet? Want je zag eerst een grotere van 1,50 ongeveer. Ja, toen zag ik deze in beeld komen. Toen ik die andere naar beneden zag duiken. En ja, daarboven komen. Hij kwam even kijken. Ik dacht eerst dat het snoekbaars was. Dus ik heel langzaam de shed omhoog. Omhoog, omhoog, omhoog. Boem. Ja, heb je hem. Zo, die bellen inderdaad. Hallo. Oh, wat kick. Dit had ik totaal niet voor. Ja, je zei het van tevoren. Van, we maken echt wel kans op meerval. Ik moet je gewoon een keer op je woord geloven, Thijs. Misschien moet ik dat gewoon gaan doen. Zo. Je krijgt het gewoon weer voor elkaar. Gewoon een meerval hier. Handschoentje bij je altijd? Ik heb nu toevallig erin gelegd. Kijk nou. Hoppa. Yes! Wat fucking bruut. Hij had het over meerval gisteren. Van, die kans bestaat zeker. Hij zag een grotere voorbij zwemmen. Hij heeft een bolbuikje. Daar zit misschien een 50 baars in. Ik denk niet dat ze passen, maar... Nee. Ah, maar man, dan zie je maar hoe roofzuchtig ze ook kunnen zijn, hè? Harde aanbeet ook, zet helemaal weg. Ja, hij wilde hem echt hebben. Wat mij betreft mag hij weer mooi terug. Ja, ik vind altijd zo'n mooie... Dat marmer. Ja, en dat marmer inderdaad. Echt ziek, man. Ja, hij blijft sowieso prehistorisch wezen gewoon. Kijk die tandjes, laat die tandjes eens zien. Ja, hier. Auw. Ja. Hele ongemakkelijke high five box, maakt niet uit. Ja, echt ongelooflijk. Ja. Zo. Ja, ik moet er gewoon even van bij komen, amigo. Ik had het helemaal niet. Nee, ik had het echt niet verwacht. Gewoon meerval. Alles kan, hè? Oké, mensen, lekker werpen. Dat vroeg Thijs net en dat laat ik me geen twee keer zeggen natuurlijk. Nee, we gaan een beetje van alles doen. Ik zag hier rond een meter of 8 zag ik heel veel aasvis. Oké. Okay, in de herfst is een beetje kijken, maar... Ja, cool. Er zit vis. Oké, okay. Ja, dat zag ik net. Oké, okay. Let's go. Nou, ik ben nu een beetje ondiep aan het werpen. Ik drijf nu met de wind mooi mee. Maar om iets dichter bij de kant te komen, zet ik mijn motor een klein beetje die kant op. En het verschil peddel ik langzaam bij met mijn flippers. Zodat ik precies op de plek blijf waar ik wil liggen. En zo blijf je mooi op je plek en kan je mooi een driftje maken. Je ziet dat ik nu al een beetje dichter bij de kant kom. Nou, dan doe ik mijn gezicht gewoon een beetje van de kant af en dan ga ik weer die kant op met mijn remote, met de motor. Ja, de eerste worpen zijn in feite zelfs van mij nu. Dus spanning en sensatie, werpend, kantje afwerpen. Er staan weinig planten, hè, voor de kant, omdat het water zo troebel is waarschijnlijk. Nou, op de rivier sterft het wel iets sneller af dan op de plas, heb ik het idee. Ja, maar ja, dit driftje is zo mooi. Ik heb mijn motor nu op 16, 20 staan. Ja, lekker langzaam mee. Ja, en dan kan je op die manier kun je heel mooi een kantje zo heel structureel kan je dat uitvissen. Nou, we zijn nu zelf op de rivier zelf. We hebben hier een mooi stenen kantje met flink wat stroming die er langs trekt. Je hebt af en toe ook een aantal openingen. Die dan weer net een beetje verstoren met een strandje. Dus gaan we hier maar even proberen. Vis, Thijs? Ja, volgens mij goede snoekbaars. In een stroomlaadje? Ja, op een hornet of het is een snoek. Denk een snoek.
Zo, ja, en hij ligt vol in die stroming natuurlijk, die vis. Ja, komt die aan. Ja, kleintje. Woe! Ja, dit natuurlijk voor je voeten, dat is waar je het voor doet. Met de bellyboot. Kijk eens. Een tijgertje, hè? Ja man, echt. Hele toffe print heeft deze. Mooi man, lekker sterk in de stroming. Ja. Prachtig visje. Wil je hem ook nog aaien? Ja. Ja, aaien. Oei! De riviersnoek. Hij is wel lekker braaf in mijn handen. Neem ik graag. Ja, dat zouden we bijna vergeten natuurlijk. Gewoon lekker trollen met je bellybootje. Is ja. Natuurlijk ook ja, ja. Een hele... Kijk, we gingen van een kilometer die kant op, gingen we weer naar deze stek. Ja. Maar ja, als je een beetje voor je uit zit te staren en niks aan het doen bent, vang je niks. Nee. Dus gewoon een simpel plugje. Een metertje of drie een beetje over de bodem schrapen en dat werkt. Hey, en dan wil je nu de ingang van die plas nog even bestoken met chats? Ja, denk ik. Ik zag daar op diepte zag ik veel vis, dus ik kan ook eens proberen. Daar kan natuurlijk ook van alles tussen liggen. Alles. Alles. Misschien wel een brasemoer. Oeh. Wanneer ben ik eens een keer van die reputatie af? Dat ja. Zal wel waarschijnlijk nooit gebeuren. Ook even lunchen, dat is ook wel verzorgd door mijn lieve vriendin. Ook voor ons gemaakt natuurlijk. Nee. Hoe bedoel je nee? Is niet jouw vriendin, hè? Ja, nou hè? I wanna take you around the world so I can show you that you're perfect. Take you to my old hood where I hit my first lick. Take you. Nou, we gaan nu dus even een kantje afwerpen. In ieder geval ik. Sjoerd gaat misschien wat dieper met chats. En wat ik echt top vind, ik zet hem in zijn, even denken, voor achteruit. Ja. En dan, kijken. Nu heb ik hem op 25 staan. En dan kan ik met mijn flippers kan ik nog bijcorrigeren, bijsturen. En tegelijkertijd kan ik mijn kant afvissen. Zodat pak ik steeds weer een nieuw stukje mee. Ja, op deze manier hoef ik eigenlijk niks met mijn remote te doen. Kan ik gewoon op de gewenste stand laten liggen. En kan ik lekker werpen. Ideaal. Ik moet ook vissen dan, hè? Ja, mag. Ik mag ook kijken. Ik ga net, zie je mij denken, mensen? Ik zou god niet weten wat ik er nu aan moet hangen. Vaak is roze dan wel de oplossing. Als je het echt niet meer weet, mensen. Roze, dat is de kleur. Jij bent met een chat aan het vissen nu. Met een tube. Ik wil even wat lichter kopje erop gooien. Hoeveel heb je nu dan? 10. Wat een vis onder de boot hier. Ja, ik zat met Thijs midden in die ingang en we zagen eigenlijk al dat scherm vol lopen met vis. Ja. En ik dacht, nou, dan moet het gaan komen. En te droes aan de rempel, het gebeurde. Ja, Sjoerd gaat langzaam van de brasem af. Ja, we blijven een beetje in die witvissfeer, toch? Ja. Hij moest hem wel hebben. Het was echt een snoeiharde aanbeet. Ja, en dan dat gevecht zo tussen je voeten. Echt geweldig. Ja. Ja, dat is die beleving met die bellyboot. Dat is echt wel anders dan wat je vanaf de kant staat of vanaf een boot. Je bent nu één met de vis eigenlijk, hè? Je bent zelf een soort vis die in de toplaag beweegt. Nou, mooi kunnen we het niet verwoorden. Wat een romantiek hier aan de waterkant. Prachtig. Mag die terug. Oké, Thijs. Een paar hamvragen voor jou. Ja. Want ik kan me voorstellen, hè, als beginners kijken naar deze video, van ja, oké, ik ga bellyboot vissen, dat lijkt me tof. Maar dan terug naar die basis. Oké, ik heb een waadpak nodig. Wat zou jij die mensen adviseren? Neopreen, ademend? Ik gebruik meestal in de winter neopreen. Ja. En in de zomer gebruik ik ademend. Oké. Nou, en dan de flippers. Daar heb je ook allerlei maten en soorten in. Als je motors hebt, zijn korte flippers wel handig. Kan je iets makkelijker sturen. Zijn niet zo zwaar als lange flippers. Heb je geen motortje onder je bellyboot, pak lekker lange. Kan je lekker sneller flipperen. Dan het voordeel wel ook van deze boten zijn onwijs duurzaam. Want dit is ook PVC, toch? Dit ja. Dat gaat niet zomaar kapot, kun je ook, die kan wel een stootje hebben. En zou jij beginners gelijk een motor aanraden? Ja. Ik heb het zelf 2 jaar zonder gedaan. En na 3 kilometer kramp. Je kreeg wel zulke benen, Thijs. Dus die Popeye benen. Ja, heb je een budget ervoor? Je kan er zo mee beginnen. Ja, nou ja, dat heb ik wel ervaren. Het is wel onwijs relaxed met zo'n motortje. Dus heb je daar nog vragen? Wil je beginnen met dat... bellyboot vissen, laat ze in de comments weten en dan leest Thijs mee, die gaat ze voor je beantwoorden.
En dan, als je dit gaat doen, veel succes alvast. Wij gaan nog even doorvissen natuurlijk. Zo, deze man jongens. Ik kan niet alleen maar pelagisch vissen, een beetje werpen. Sinds kort doe ik ook vliegvissen op snoek. Een mooi mandje voor. Jij dacht, ik laat alle vistechniek even zien vandaag. Ja, ik kan perfecte kantjes afzoeken met een striemetje. Ja, die striemen kan natuurlijk ontzettend dressuurdoorbrekend zijn ook. Ja, en je lijn ligt mooi op het netje. Thijs, mijn dieptemeter die stopt ermee. Wat zeg je? Mijn dieptemeter. Ja, hij doet dit niet meer. Hij doet het niet meer, dan moet je place drukken. Ja! Hey! Hij doet het weer. Zo, baarsvissen hier, amigo. Ja, jij hebt natuurlijk wel zo'n soort challenge voor jezelf gemaakt. Ja, 5 soorten zou wel gaaf zijn. Zo. Nou, het is natuurlijk wel uniek om dat iets te proberen als het lukt. Zeker. Kijk, die meerval was natuurlijk het moeilijkste. Maar een snoekbaars en een baars. En we hebben de Nederlandse zoetwaterrovers. Ja, dat is wel mooi. Ja. Ja, ik heb natuurlijk ook een duit in het zakje gedaan met een rooflijn. Ja, heel blij mee. Knoepert. Dat was echt knoepert. De aanbeet was wel mooi, hè? Ja, 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 dat is altijd genieten bij die rooflijn. Dat is niet normaal. Kijken of we hier een baars kunnen vangen. En het is een baars. Een baars, ja? Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Tof. Soort nummer 4. Ja, je zei het al, hè? Hier een beetje dat de stroming er nu in komt. Ja, dat is vaak wel goed voor baars. Zo, next level. Oké. 4 soortjes. Dat krijgt u ook even voor elkaar. Hoppa. Ja, ik vond het een echt een topdag, amigo. Ik heb volgens mij 3 geluksmomentjes gehad. Ik heb ook echt genoten. Ja, hè? Vooral op de vlieg ook, die snoeken. Dat echt, vond je mooi, hè? Dat deed me echt goed. Dat gaat deze man vaker doen. Mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Thijs natuurlijk super bedankt voor deze dag. Heb je nog vragen over deze visserij? Stel ze in de comments. En ik zie jullie bij de volgende video. Tot later.